Mbombo is op een veldtocht om inentings in die tuinroute aan te moedig. Hoewel bykans 100.000 inentings in die streek toegedien is, is daar steeds min registratie in sekere gebiede. But in our areas, it's about where they are uninformed. So because anyway they are in the periphery, in the remote areas where it might be they only see or the health service only comes once a month. So therefore it needs someone to be able to convince them, which is we are able to do so. In some areas they're poor registrations because they don't have access to the devices or to the network. In samenwerking met die departement van vervoer, vervoer die Red Dot taxidienst steeds mense na inentingsgeriewe. Previously, or during the first wave, they were picking up staff as well at the time that we were on lockdown level 5. We also used the Red Dot taxi also to take patients to the quarantine and isolation sites. Een voormalige brandpunt verhoog die streekse COVID-19 syfers steeds, met bykans 6000 actieve gevalle. George Subdistrict area, die Mosselbaai area en dan natuurlijk die Hessequa area. Ons hospitale is onder geweldige druk op die oomblik. Ons kan seker maak dat ons patiënte kan nasien. Die probleem is die lig van die alcoholban oor die naweek het natuurlijk veroorsaak dat ons meer trauma patiënte in ons hospitale toegelaat het en dit het natuurlijk van ons bedkapasiteit een bietjie vererger. Mbombo neem ook haar veldtog na Mosselbaai en Kannaland om registratie en inentings aan te moedig. Tanya Krause, SAICA News, Plettenbergbaai.